Zoals u ziet, spelers komen het veld op. Heel benieuwd wat deze wedstrijd gaat opleveren. Het is vandaag dinsdag 19 september. De bekerwedstrijd tussen DVS 33 Ermelo en IJsselmeervogels is begonnen. DVS aan de aanval. Nu gelijk met Roemion. Voorzetje. Bal in tweede instantie richting Adriaan Kruijzeer. Hulleman in de overname. Roland Baas naar Stef Nijland. Stef Nijland zoekt Roemion. Kan hij daar voorlangs kruisen? Houdt hij hem binnen? Bal over de achterlijn. Is de aanvalletje van DVS. Kruijzeer. Roland Baas. Stef Nijland. Gaat schieten. Nou, de bal blijft hangen. Ja. Nou. Daar maakte hij toch nog een kansje van. Benjamin Roemion. Stef Nijland. Met de corner. Komt hij. Mink op een Verlaai hoor. Stop van Hilten. Onder de bal door. Paul blijft een beetje hangen. Zo. Baas naar Müller. Müller naar Kruijzeer. Kruijzeer ruimt aan de andere kant voor Van Hilten. Als hij hem goed aanneemt. Nu is het Lars Huber. Bal richting tweede paal. Ja! Nee! Oh! Iedereen stond hier al. Alle supporters telden hem al. Prachtige voorzet. Lars Huber aangesneden. En Owen Müller. Die dacht zelf denk ik ook van, nou, die koppen we er gewoon in. IJsselmeervogels is wel typisch een ploeg die zomaar in een 10 minuten even een enorm tempo kan ontwikkelen. En nu dan een gevaarlijk moment. Mooi schot, Afakker. Stef Nijland met ruimte. Goed gezien. Frank Olijven. Roemion nu. Dreigen. Neiging heeft DVS dan om nu het balletje breed te doen. Maar goed, doen we maar eens een keer. Richting Kruijzeer. Ruimte achter de verdediging. Legt hem terug voor Stef Nijland. Een vliegend schot. Stef Nijland. Mooi van zijn vreven af. Richting tweede paal. Buiten de rijkwijde van Jamie Schaap. Maar aan de verkeerde kant van de paal. Centimeters. Noteren we. Van Leijhorst. Nijland. Goed gespeeld. Mooi. Roland Baas. Gaat hij verder? Tot twee keer toe. Appel. Bal blijft liggen. Ach, Owen Müller. Net geblokt. Netjes van Nijland. Scheids zit er kort op. Nu Frank Olijven. Blik naar voren. Richting Verhoek. Jammer. Nou, leuk aantal momentjes. Ja, zeker. Ik denk dat de beste kansen toch wel voor DVS geweest zijn, tot nog toe. Ik denk alleen wel dat dit een wedstrijd is waar we niet achter moeten komen. Ja, klopt. Dat klopt. Ja, hij is wel eager op de goal hoor, Afakker. Die heeft er ook wel een paar in liggen, dit seizoen. Ja, ik dacht dat hij bij Top Os vandaan kwam of zo. Wederom, gevaarlijk moment. Helemaal verkeerd geraakt. Knuijman. Tot nog toe niet of nauwelijks gezien. Ja, ik vond dat hij prima raakt eigenlijk. Maar... Nou, Spakenburg, Scherpenzeel. Ook nog 0-0. Pilon en consorten. Ja, Sparta Nijkerk 2-0 voor tegen Unitas. Konden ze wel gebruiken. Toch ook al 3 nederlagen op hun konto. Morgan. Hulleman die gaat zich toch aanvallend wat meer bemoeien met het spel. Hij heeft ook van kant gewisseld.
kwam van de linkerkant. Maar nu meer naar rechts. Wordt weer een verre ingooi. Eigenlijk het grote wapen van Harkemaarse Boys, van Genemuiden. Ja, dat soort ploegen, die bedienen zich hier heel vaak van. Stef Nijland ook mee verdedigen. Nou, nu een keer weg dat ding. Lukt dat? Nee, nog niet helemaal. Afaker. Zal naar binnen gaan. Nog een keer. Mag verder. Ja hoor. Kijk, dit is dan zo'n moment van een minuut of vijf waarin ze echt gaan drukken. En dan gebeurt er wat. En dan valt het doelpunt. Priem. Die kan een keer gaan slalommen tegen Van der Velde. Ga die 16 maar in. Balletje eroverheen. Strakke voorzet. Owe Muller. Ja. Het was duidelijk een overtreding. Maar het was ook zo dat hij wel echt duidelijk gewoon voor die goal... Ja, hij ging er helemaal voor. Het is niet echt de plek om een overtreding te willen maken. Chocoladebeentje van Lajos. Bal al voor de voeten van Afaker. Zoekt de tweede paal. Bal blijft liggen. Ja, en, wordt binnen en daar gewerkt. Komt hij. De 0-2. Door, Knuijman. Ja, deze kan Marciano van Lajos zich aanrekenen. Beetje energie erin, DVS. Niet te bang. Opening naar Priem. Kan hij daar nog bij? Opzaakt. Kan hij inderdaad bij. Oeh, nou, dat was wel een hele mooie actie hoor. Achter zijn standbeen langs. Owen Muller. Wat die... Romeo, nee. Het is Boer. Boer naar Beekman. Als je nu een kaart wil geven. Nou, die krijgt hij zo meteen ja, de bal. Hulleman. Dat weet je. Geen voordeel. Ja, scheids. Die kaart die had je ook nog wel een minuutje later kunnen geven. Ja, dat denk ik ook. Kruisheer. Roland Baas. Maar in een strafschopgebied nauwelijks personeel van DVS. Nou, nu. Daar komt hij. Nee, toch niet. Weer niet. Ze blijven het proberen, DVS. In blessuretijd nu. Denk derde minuut, vierde minuut. Komt hij weer. Poging laag nu. Voorgegeven. Heel snel, Knuijman. Goeie reactie, Dien. Afgelopen. En daar klinkt het fluitsignaal.